Dag mede-GamerGeeks en welkom bij het GamerGeek nieuws voor zaterdag 15 april 2017. Het meest opvallende gaming nieuws voor jou hier op een rijtje gezet. Met deze week, Nintendo geeft release data aan Switch Games. Battlefront 2 is gelekt en Bayonetta vindt haar weg naar de PC. Nintendo heeft in een direct presentatie veel informatie gegeven over aankomende titels. Uit de presentatie is gebleken dat de Nintendo 3DS dit jaar nog veel titels krijgt. Kirby viert dit jaar zijn 25ste verjaardag en krijgt dit jaar 3 games op de 3DS. De co-op game Team Kirby Crash Deluxe is nu verkrijgbaar. Kirby's Blowout Blast, wat heel vies klinkt, komt deze zomer. En nog een multiplayer Kirby game komt dit najaar naar de handheld. Andere 3DS titels die de spotlight kregen zijn de nieuwe Monster Hunter game, Yo-Kai Watch 2 en hey Pikmin, de 2D Pikmin game. Die heeft een datum gekregen, 28 juli. Dan kan je hem gaan spelen. Nintendo Switch kreeg ook nog aandacht. Ze hebben een aantal exclusives ook nog release data gekregen. De vechtgame Arms kan je vanaf 16 juni gaan spelen. Iets meer dan een maand later, op 21 juli, dan verschijnt de kwakjeshooter Splatoon 2. Ga jij een van deze games spelen? Laat het weten in de comments. Star Wars, motherfuckers! Ja, de hype is aan! Ja, op dit moment is in Orlando Star Wars Celebration bezig. De filmfranchise bestaat nu 40 jaar en dat wordt gevierd op een beurs waarin veel gepraat wordt. Waar mensen zich verkleden als Star Wars characters. Ik weet niet welke idioot dat zou doen. En waar je spulletjes kan kopen. Maar nog belangrijker is de trailer voor Star Wars Episode 8 The Last Jedi. En de onthulling van de nieuwe game Star Wars Battlefront 2. Zoals het vaker gaat was het internet weer te snel en is de eerste teaser trailer al gelekt. Hierin wordt onder andere het verhaal van de singleplayer campagne uitgelegd, want ja, die zit er dit keer wel in. Je speelt als een soldaat uit The Empire en neemt wraak na de vernietiging van de tweede Death Star. Het multiplayer gedeelte bevestigt dat er meerdere tijdperken uit het Star Wars universum vertegenwoordigd zullen worden. Darth Maul, Yoda, Rey en Kylo Ren zijn te zien. Personages uit de nieuwe film, The Last Jedi, die zullen ook speelbaar zijn, maar alleen als je fucking pre-ordert, want natuurlijk, het is EA. Star Wars Battlefront 2 komt eind dit jaar uit voor de PC, PlayStation 4 en de Xbox One. Tijdens Star Wars Celebration zal er meer verteld worden over de game. Bayonetta is nu verkrijgbaar op de PC. Sega en Platinum Games hebben de hack-and-slash titel uit 2009 een likje verf gegeven en nu uitgebracht op Steam voor 20 euro. De aankondiging kwam niet helemaal onverwachts. Op 1 april had de uitgever op hetzelfde platform 8-bit Bayonetta gelanceerd. Een parodiespelletje met de wijde boodschap dat het vrouwelijke personage eindelijk op de PC te spelen is. Dit was dus niet alleen een grap, maar ook een subtiele hint naar een daadwerkelijke release. Of het vervolg Bayonetta 2 ook naar de PC komt, dat lijkt onzeker. De game werd namelijk gefinancierd en uitgebracht door Nintendo voor op de Wii U. De ontwikkelaar Platinum Games heeft gezegd dat ze het liefst zoveel mogelijk titels naar de PC willen brengen. Mogelijke kandidaten hiervoor zijn Anarchy Reigns en Vanquish. Beide zijn ze ook uitgebracht door Sega en hebben tot dusver nog geen release gekregen op de PC. Dus wellicht zien we die titels dus snel op Steam verschijnen. En waarom niet? Want we weten het allemaal. PC Master Race, motherfuckers! Tot zover deze editie van het GamerGeek News. Heb jij vragen, opmerkingen of nieuwstips? Laat dan een comment achter of stuur een mailtje naar redactie@gamergeeks.nl. Like ons op Facebook, volg ons op Twitter. En ik zie je snel weer voor een nieuwe aflevering van het GamerGeek News. Wat leuk dat je hebt gekeken naar deze aflevering van het GamerGeek News. Abonneer voor meer van dit geneuzel. Of klik op een van deze twee video's om direct naar dat geneuzel te gaan. En wil je al het geneuzel zien? Ga dan naar onze website www.gaminggeeks.nl. En onthoud, may the force be with you. Woo.